Ik vind deze ook heel mooi. Dit schattige bamboe bakje. Ja, dit vind ik ook echt super cool. Hoi en wat super leuk dat je kijkt naar deze video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Esme en misschien kennen jullie mij al van mijn eigen YouTube kanaal of Instagram Esme Geel. Ik ga vandaag een leuke makeover doen. Ik ga namelijk in mijn kamer een home office maken. Zoals jullie misschien wel doorhebben, vrijwel alles is online de laatste tijd. Mijn school is ook online, dus ik heb alleen maar online lessen en meetings. En ik wilde gewoon in mijn kamer een leuk plekje creëren waar ik gemakkelijk kan werken. Ik heb ook een eigen bedrijf, dus ik wilde een home office maken. Dus een makeover in mijn kamer. Ik hoop natuurlijk dat jullie er zin in hebben. Heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Action. En dan gaan we gelijk beginnen met de shoplog. Oké, ik zet de tas maar even op de grond. En dan ga ik denk ik beginnen met het grootste in de tas. En dat is deze. Dit is namelijk een whiteboard. En dit leek me echt super handig voor op mijn muur. Het is 45 bij 60 centimeter. Er zit een magneetje bij, een wissertje en een stiftje. Super handig. Je kunt hem natuurlijk zo ophangen of zo. Ik moet nog even kijken wat ik zelf het mooist vind. Dit magnetische whiteboard was €4,99. Oh ja, dan deze. Deze vind ik echt mega leuk. Ik vind deze ook heel mooi. Het is een zwart metalen bijzettafeltje. Hier zie je hem al. Ik ga hem straks in elkaar zetten. Ik heb een plekje naast mijn bureau en daar wilde ik deze neerzetten. En ik heb ook allemaal dingetjes gekocht voor erop. En voor eronder heb ik ook zo'n documentenbak gekocht. Dat leek me echt heel erg leuk. Dus ja, ik vond deze echt super leuk. Je moet hem dus zelf nog in elkaar zetten. Hij is 35 bij 36 bij 58 centimeter. Ook niet super groot. En het leuke van deze bijzettafel is dat hij maar €12,95 kost. Nou, voor beide bijzettafel heb ik nog een leuk bloempotje gekocht. Ik heb nog een plantje hier staan. En ik dacht, dat staat sowieso wel leuk op dat tafeltje. Dus ja, ik dacht, ik koop gewoon deze gouden plantenpot. Ziet er net wat leuker uit dan een normale witte pot. En ik denk dat het echt heel erg mooi staat bij dat zwarte tafeltje. Deze bloempot kostte €1,99. Dit vind ik ook altijd mega handig. Dit is zo'n documentenbak. Hier leg ik altijd allemaal brieven en documentjes en dat soort dingen in. Gewoon belangrijke dingen die ik gewoon zo snel kan pakken. En mij leek het wel leuk om deze dus op dat onderste laadje te doen van die bijzettafel. Super handig. En hij is ook gewoon zwart, dus dat matcht ook goed. Deze kostte €1,12. Nou, voor op de bijzettafel heb ik dit schattige bamboe bakje gekocht. Je had hem in verschillende formaten. En ik heb heel veel apparatuur op mijn bureau staan. Zoals een statief, zo'n kleintje, een camera, opladers daarvan. Het ligt overal. Maar ik dacht, ik koop er een bakje voor en dan kan ik daar gewoon alles in doen. Dus dat is deze. Staat ook denk ik heel erg leuk op het zwarte tafeltje en anders gewoon op mijn bureau. Dit bamboemandje kostte €1,99. Dit heb ik ook gekocht voor op het whiteboard. Het zijn verschillende stiften. Ook weer zo'n schoonmaakdingetje en ook een schoonmaakspray. En volgens mij magneetjes. Zit super veel in. Dit is meer een soort toevoeging voor aan het whiteboard. Heel erg handig. Dit kostte €1,99. Oh ja, dit vind ik ook echt super cool. Ik weet alleen nog niet waar ik het ga ophangen. Dit zijn namelijk wireless pushlights. Dus daar kun je gewoon zo op drukken en dan gaat hij volgens mij aan. Ik heb namelijk een soort randje boven mijn bureau. En misschien dat ik ze eronder wil plakken. Want dan geeft het een soort van licht. Ik denk dat het er wel cool uitziet. Maar ik ben bang dat ze iets te groot zijn. Er zit dus ook een afstandsbedieningetje bij. En er moeten AA-batterijtjes in. Dus die heb ik er ook bij gekocht. Mega handig. Die zitten er namelijk niet bij. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Ik hoop dat het past. En zo niet moet ik even een ander plekje ervoor gaan bedenken. Deze drie LED-lampjes die kosten €4,99. En de batterijen €1,99. Nou, om mijn home office nog iets gezelliger te maken, heb ik een super lekker zacht schapenkleedje gekocht. Ik vond deze heel erg leuk. Ik denk dat ik hem over mijn stoel ga hangen. En anders leg ik hem gewoon op de grond. Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is. Je had deze in het beige. Die heb ik dus. Dus een beetje roze beige. En in het wit en in het grijs, donkergrijs. Maar mijn hele kamer is bijna beige, dus ik heb voor beige gekozen. Ik vind deze echt heel leuk. Dit kleed was €11,95. Om het whiteboard op te hangen heb ik nog deze montagetape gekocht. Dit houdt 80 kilo, dus dat is ook echt super chill. Ik woon in een huurhuis en daar mag je niet super veel gaatjes in de muur maken, wat ik best wel begrijp. Dus daarom heb ik dit gekocht, dus ik hoop dat het blijft plakken. Deze tape kost €2,50. Om alles in op te schrijven voor mijn werk en voor school heb ik dit gekocht. Dit is zo'n documentenboekje. Je kan je echt van alles inschrijven. Met leuke kleurtjes. Ik weet niet of je het ziet. Nou, in ieder geval een schriftje. Ik vind het altijd wel handig om ergens notities snel te kunnen maken. Dus die leg ik waarschijnlijk ook in die documentenbak. Deze kostte €2,69. Dit vond ik echt mega schattig. Het zit ook in een leuk potje. Dit is om documenten bij elkaar te houden. Dit zijn van die clipjes. Ik weet niet of je het ziet. Het zit echt van het plastic omheen. Kijk, zo zie je het wat beter. Dit zijn van die gouden en zwarte documenthoudertjes. Heel handig. En het staat ook nog eens heel erg leuk in het potje. Dit potje kostte €0,79. Nou, en als laatste heb ik dit gekocht. Dit is een screen cleaner kit. Hier zit dus een spray in, een microvezeldoekje en volgens mij nog een
soort polijsdoekje, zodat alles gewoon lekker glimt. Mega handig. Ik heb ook een nieuwe laptop en ik wil die echt goed schoonhouden, want op mijn vorige laptop keek ik soms naar mijn scherm en dacht ik echt, oh my god, er zitten zoveel vingerafdrukken op. Dus dit is daar heel erg handig voor. Dus ik ga straks gelijk eventjes mijn scherm schoonmaken. Je kan hem ook gebruiken voor je telefoon, dus dat is ook heel erg handig. Ik moet echt vaker mijn telefoon schoonmaken. Dit setje kostte €1,99. Nou, dit waren dan alle items die ik heb geshopt voor de home office makeover. Super veel leuke dingetjes. Laat me even weten in de reacties welke items jij het leukst vindt. En dan ga ik jullie nu even de before en after van mijn kamer laten zien. En dus het uiteindelijke resultaat van mijn home office. Nou, ik hoop dat jullie het eindresultaat net zo mooi vinden als dat ik het vind. Ik ben er echt mega blij mee. Het voelt nu echt als een goed werkplekje waar ik me ook goed kan concentreren. Dus dat is heel erg fijn. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie wat inspiratie hebben gekregen voor jullie eigen home office. Vond je deze video nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op het YouTube kanaal van Action. En natuurlijk op mijn kanaal. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me gaat volgen. En dan was dit de video. Doei!